Wou jij lopen, dametje van het goede leven? We gaan dat ook zo doen, ja. Nou, ik zal maar doen, want... Ja, ik weet het nog. Ik heb een regio's, Willy. Of rond 4 uur. Ook krijgen we dat? Ja, dat krijgen we. Regen. Gadverdamme, ik pak mijn regenbroek wel even voor zekerheid. Ja, doe dat. 4 uur. Geweldig. Ja, lieve vrienden, van harte welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, ik heb nou andere oorbellen erin. Slangetjes moeten dat voorstellen. Nou ja, oké, het zal, ik weet het niet. Mijn kruisen die laat ik er even voorlopig uit. We moeten nieuwe oorhaakjes aan. En dan komt het ook wel weer goed. Ik heb geen zin in een natte broek. Nee, geen zin in een natte broek. Moet je toch niet doen met je nieuwe broek. Nee. Nee. Maar ik ga wel zo de... Nou, het is nog droog. Het is nog droog. Maar we krijgen wel een plainsbui. Maar ik ken nou weer een mooie regio. Dus daar zijn we wel weer blij mee. Ja, en ik weet niet hoe ver we zijn trouwens met die regenbui. Wanneer komt dat in? Hè? Hè? Ken je zo'n soort must? Wat must? Nou, een stukje wurst. Een stuk wurst. Lekker. Nee hoor, 2 zakken in de schuur. Staan er al een tijdje. Oh, die heb je bij dit gedaan, bij de vallen? Ja. In de aanbieding? Nou, nu weet ik veel. Maar dit is van het weer van de televisie. Dus het behoort nou te regenen, maar het is droog. Nu nog wel. Ja, maar op dat buienalarm van televisie niet. En... Dit is die andere. Dus ja, dat dus. Ik weet niet hoor. Maar het zal. We gaan er gewoon de lekker er doorheen. En zoals jullie allicht weten, ja, het is vandaag maandag, anders hadden jullie er niet geweest. En het is 21 oktober en het is 2:11. Dus wij gaan lekker naar buiten met z'n drietjes. Met z'n allen? Nee, niet waar, want dan zou jij ook meegaan. Jij gaat aan het werk. Ik ga ook wel aan het werk, maar op een andere manier. We gaan aan de wandel. Dus we gaan aan de wandel, ja. En dat doen we met heel veel plezier, maar niet heus. Nee. Dat komt op wel, hè? Ik... Ik heb namelijk een aantal dromen gehad en 1 droom was leuk, maar die andere droom niet, nee. En daar hebben we het maar niet over. Nee, dat vind ik geen fijn onderwerp. Doen we maar niet. Nee, maar je wordt wel heel raar wakker. Daarvan, nou, dat ik ook pas beneden kwam dat Willy al in huis was. Maar ik was wel aangekleed hoor en opgemaakt. Ja, dat hoefde ik niet meer te doen. En we hebben al koffie gehad ook. Dat. Of niet dan? Ja. Ja, wat zoek je? Je verstand? Ja, ook. Wat dan? Ja, even een dweil. Wat moet je met een dweil? Ja, de vloeren doen, hè. Oh, ja. Ja, ja, had ik geen dweilen meer dan in de la. Ja, maar deze is niet zo erg vuil. Die maak ik nog wel eens af en toe goed van. Oké, ook goed. Dan gaat het drogen. Oké. Nou, heb ik mijn verstand mee. Ja, helemaal goed. Helemaal goed, schat. Maar in ieder geval, over vesthout, ik heb hem al aan en ik hou hem aan en ik doe mijn jas aan en we gaan gewoon, ja, het is 14 graden zeggen ze daar, dat weet ik niet eens. 14 graden met mijn vest aan werken is niet lekker. Nee, dat weet ik, maar het voelt aan als 13. Oh, nou, dus, komt door de wind. Ja, echt hè. Yep.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. En tot later. Ja, lieve vrienden. We gaan zo weer naar bedje toe. De meisjes zijn gelukkig weer droog. Ja, tussen de buien door geweest, want het regent nou weer. Nou, met bakken komt het weer uit de hemel vandaan. Of uit Harp. Ja. Hé, ja, en jij bent nou toch nog wel weer vochtig, want je wou weer naar buiten. Moet je nog gapen ook? Hé, moet je nog gapen ook? Als je moet gapen, gaan we straks lekker slapen. Ja. Maak even mijn dingetje nog af op Facebook. Drink mijn drinken nog op. En dan gaan we inderdaad naar bedje toe. Ja. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden. Daarom ben ik weer bij jullie binnengeslopen. Want ja, jullie deurtje stond even nog open. Om mij eventjes toegang te geven. Om jullie een welterusten te wensen. Dus bij deze wens ik jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ik hoop dat we vandaag, dinsdag, een betere dag mogen meemaken. Dan nu vandaag met die regen. Want dat was vandaag toch echt bizar. Oké, we hebben gelukkig wel een periode gehad. Het zou regenen. De buienalarms, alles zei van regen, regen, regen. Maar we hebben toen geen regen gezien. Dat is pas later gekomen, ja. Maar in ieder geval. Jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, vanuit mijn hart. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!